is toch? En wel voor 300 man. Oké. Dus dat kan wel. Ze hebben hier zo weinig. Oké, en wanneer heb ik break-even? Turn 7. Dat is wel haalbaar, toch? Nee, haalbaar is het zeker. Zeker als het bij ons enige evenement is van de maand. Tot nu toe, ja. Maar dan is dit wel wat we eraan verdienen. 14 euro en een lolly of 3. Tenzij we er natuurlijk meer kaart verkopen. Ja. Misschien verkoop je er wel 600. Ja, denk ik. Maar dan moet we gaan wel naar het einde toe, jongens. Maar dan moet de tent groter. De geluid is dan in principe nog goed. Beveiliging wordt duurder. Oh. Wat een kutcomputer. Och. Oh, jongens. Wie heeft er met die tips lopen gooien? Welke tips? Wat? Oh. Ik heb allemaal typisch op de grond. Ik heb al zo'n lijn. En het is gewoon inkoop voor klanten. Maar ik neem aan dat jullie het niet zijn. Ik vind het niet zo leuk. Hier. Ja. Hola, chicas. Hi. Moet je er even bij, Dylan? Dylan. Eén dingetje sprinten. Jij hebt niet gedaan. Nee, blijf maar zitten. Nee, ik heb hem dicht gedaan. Ja, ja, weet ik ook wel. Nee, dat dacht ik al. Had ik ook niet. Door de war haalt, er zitten allemaal nummertjes op. Ja, het is helemaal. Misschien maar even niemand meer aan mijn nagels spullen dan. Als ik er niet bij ben. Afzetten met afzetlint. Ja. Ja, zo. Blij. Ik heb echt met een dikke trui geslapen. Oh jeetje. Ja. Heerlijk. Mag ik naar één ding als je kijkt, even snel. Weet je trouwens waarom de voorkeur uitgaat in dat weekend? Geen idee. Maar ik ga het wel even zeggen dat het ook gewoon op 1 december kan. Nieuwe maand. We hebben dan markt. Nee, toch? Nee. In november hebben we markt. Dit is zeg maar de planning voor de markt. 24ste. En als je dat dan combineren met een feest hier, dan hoef je 1 keer tent te huren voor 2 evenementen. Dat is zeg maar het idee wat heerst. Mm-hmm. En doe je hier een muziekevenement en dan hier de markt. Ja, maar als die gewoon opschuift hierheen of hierheen, kan je toch ook een dealtje eruit halen? Nee,
je kan niet voor een laag tarief een tent een week laten staan, zeg maar. Nee, niet dat die blijft staan, maar dat je bijvoorbeeld een dealtje maakt van bij jullie twee keer de tent, kan dat, weet ik veel, korting, iets. Dat zou kunnen. Het is alleen een ding dat dit ook het Sinterklaasweekend is. Mm-hmm. Want het wordt vaak gevierd voorafgaand aan de avond. En dan is dit je weekend. Waardoor dit als marktdatum ook veel logischer is. En als je dat kan koppelen met een evenement, dan kan je daardoor de kosten van die tent splitten over een tweetal evenementen. Ja, splits. Ja. De Steneman in Flevoland, zou je daar het nummer even van opzoeken? Ja, die hebben we nodig. Oké, even kijken. Ja, dat wel. Oeh, dik logo trouwens net. Moet je er eens op klikken. Ai. Dat is wel een goed logo. Zo hadden we eigenlijk gewoon het hele terrein moeten bestraten. Ja, het zijn kleintjes. Mooi, hè?